Joost Klein staat dit jaar in de Schijnwerpers als de vertegenwoordiger van Nederland op het Eurovisie Songfestival. Hoewel Joost niet bij iedereen even bekend is, deelt Cory Konings haar enthousiasme over zijn deelname. Cory Konings, bekend om haar eigen muzikale bijdrage, deelt haar positieve kijk op Joost, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb met Danny en EXTNC het lied op vakantie gedaan en Joost was er toen bij om dat op te nemen. Een hartstikke toffe jongen vind ik hem, al dus Cory in een interview met Party. Terwijl Joost zich klaarmaakt voor het Eurovisie Songfestival, lijkt Corrie ook plannen te hebben voor nieuwe muziek. Voor haar fans heeft ze goed nieuws in petto, wat ik sowieso heel graag wil, al voordat ik vorig jaar met John de Bever het album Een Vriend voor het Leven uitbracht, is een kerstsingle maken. Dat het er nog niet van gekomen is, geeft niet. Er is altijd tijd voor. Als ik een heel goed kerstliedje vind, komt het later dit jaar uit. Corrie Konings lijkt dus niet alleen Joost Klein te steunen, maar heeft zelf ook muzikale plannen in het vooruitzicht. Een kerstsingle zou een welkome toevoeging zijn voor haar fans en het is duidelijk dat Corey vol enthousiasme naar de toekomst kijkt en nieuwe muzikale avonturen tegemoet gaat.